Kees, laat ik hier nou eens tref. Oh. Mag niet praten met volle mond, hè? Ja, je kijkt behoorlijk tevreden, dus kan ik je concluderen dat jij een lekkere harry staat te eten? Zeker, jongen. Ja? Ja, echt waar. Waanzinnig lekker. En kom jij vaker niet bij het beste maatje, of niet? Of jullie? Ja, de kibbeling is hier ook hartstikke lekker. Ja? Ja, ja. Daar komen we echt voor met de winter. Ja? Voor de kibbeling. Maar hoe vaak eet je een harrietje per jaar? Elk weekend zo wat. Oh ja, het hele seizoen door. Ja, we hebben nu vakantie, dus. Ja, dan gaan we glijden er wel een paar in. Ja, zeker weten. En, maar je weet ook, ze zijn genomineerd bij de Nationale Haringtest. Dat is een van de vier beste van Zeeland. Terecht volgens jullie. Ja, ja, zeker. Ik wel. Ja, dat is heel goed. In 2014 waren ze ook heel bekend door. Ja, toen waren ze, hadden ze heel hoog gescoord bij de AD-test, ja. Maar die hebben ze gestopt, hè? Ja, oké, okay, maar dus, sindsdien komen we hier altijd. Als echte middelburgers, echte middelburgers te zijn. Ja, je kunt er ook niet langs, hè? Dus, nee, precies. Dus, ja. Dank jullie wel, ik ga eens even binnenkijken. Oké. Okay. Ja. Vier haringen, twee met zeven al en twee met uitjes. En een broodje van Malen. En ook een aanbieding van de haringen, vijf voor een tientje. Dan maar vijf doen. Vijf door. Moet ik dan drie allebei of twee en half doen? Adriaan, heb je een minuutje? Pakken we de rondvaart nog even mee? Goedemorgen. Goedendag. Zijn er maar geen toeristen? Ja, Adriaan, dit was even een vreemd intermezzo. Er zitten altijd bekenden in de boot. Maar jij bent een bekende op de brug. Ja, al jaren eigenlijk. Het beste maatje. Ja, maar hoe lang sta jij hier al? Ja, ik sta hier officieel als zaterdagbaantje van 1994 al. Oh, het is echt wel lang, ja. Hè? Je hebt gewoon al een jubileum gehad. Ja, hè? Een paar jaar al, ja wel. Hey, maar Adriaan, nu ben je, er is geen AD-test meer, maar er is wel een nationale haringtest. Het wordt hangt hier op de brug. Ja. En ja, jullie zijn finalisten. Ja, we zijn super blij dat we nu inderdaad finalist zijn geworden van de, om eigenlijk de provincie te kunnen winnen. Ja. Ja. Wat betekent dat? Ik heb er net op de website gekeken. Ik zag dat er dan vier finalisten in Zeeland zijn. Ja, en dat betekent dat wij in ieder geval nog steeds in de race zijn om de beste van de provincie te worden. En zelfs nog de beste van Nederland kunnen worden. Ja, ik denk dat het ook goed is. En het is natuurlijk heel leuk dat je klanten eigenlijk ook een oordeel kunnen geven. En dat telt eigenlijk het zwaarste. Ja, want ja. Zij zijn uiteindelijk ook je ambassadeur. Ja, nou dat is ook zo. Maar ik hoor het vaak van mensen dat je... Kijk, het is altijd gevaarlijk om te zeggen dat jij de beste bent van de stad. En er zijn natuurlijk meer mensen die haring verkopen. Maar ik hoor wel van heel veel mensen, ook van de klanten zojuist. En Kees en Diana, die ken ik toevallig ook. Maar je staat wel heel goed bekend met je spelletjes. Ja, we proberen altijd ons best te doen voor de haring. En voor andere producten ook natuurlijk. Maar is daar ook een soort geheim? Want ik bedoel, kijk, je koopt de vis in. Maar is het dan hoe de manier waarop je ze schoonmaakt? Of hoe moet ik dat zien? Dat is een onderdeel. Maar we hebben dit jaar gekozen om Noorse haring te verkopen. Noorse haring is eigenlijk nog relatief onbekend. Die zijn heel mooi blank van visvlees. Korte verwerkingstijd. En de kwaliteit van de haring is subliem. Ja. En waar kwam die vandaan? Normaal komt het uit de wateren bij Scandinavië? Of? Ja, sowieso wel uit die kant. Omdat daar heel veel haringen zitten. We hebben vorig jaar Deense haringen verkocht en dat is ook gewoon een prima product. De eerste keer eigenlijk dit jaar dat we met Noorse haringen starten. Oké, nou dat is wel interessant. Hè? Dus, ja, super. Ja, weer eens wat anders. Ja, het zijn Hollandse nieuwe. En ik heb ze ook geproefd en ik vind ze heel lekker, dus ik heb niet geproefd dat ze uit een andere zee komen. Nee, nou ja, goed. Kijk, die vissen die zwemmen overal naartoe natuurlijk. Ja. En het enige verschil is, ze worden gevangen door Noorse vissers. Alleen op de Nederlandse manier verwerkt. Ja, uitstekend. Ja. Ik wens je in ieder geval heel veel succes. Ik hoop dat je wint. En als je wint, dan komen we nog een keer terug. Want dan komen we even feestelijke haring bij je halen weer natuurlijk. Altijd goed. Nou, bedankt in ieder geval. En tot gauw. Oké. Okay.